Deze presentatie gaat over de heup en de anatomie van de spieren eromheen. Let wel op dat er een andere presentatie is voor de vaten en er is ook nog een andere voor de botten van de heup. Toch beginnen we allereerst eventjes met een stukje herhaling over de botten. Heel uitgebreid in deze presentatie wordt er gesproken over de spieren en kort over allerlei overige structuren in de buurt van de heupregio. Allereerst dan de botten van het heupregio. We zien hier het bekken, oftewel het pelvis. Uiteraard bestaande uit de beide ossei-coxae, oftewel de heupbeenderen en het sacrum. En bij elkaar vormen ze natuurlijk het bekken. We gaan verder naar een detail van het heupbeen. We zien hier het os ilium, oftewel het darmbeen. Hier het os pubis, oftewel het schaambeen. En hier het os ischi, of het zitbeen. Speciaal aandacht moeten we eigenlijk ook vragen voor de regio van de femurkop, oftewel het proximale deel van de femur. Want je ziet hier het caput femoris. Daar zit een deukje in en dat noem je de fovea capitis. Daarin hecht trouwens aan het ligamentum capitis femoris, die een arterie bevat die de kop deels voedt. En dat is een aftakking van de arteria obturatoria. We zien hier de trochanter major, trochanter minor en de crista intertrochanterica en het colum femoris. Hier een doorsnede door de heup. We zien hier het heupkomgebied, oftewel het acetabulum. In de vorige plaat heb ik het al gehad over het ligamentum capitis femoris. En die zie je hier dus lopen naar de fovea capitis femoris. Om de heup heen uiteraard een heel stevig kapsel, dat in de volgende plaat afgebeeld wordt. En let er ook even op dat het heupgewricht wordt extra verdiept door een, een lip. Die zie je niet op deze tekening, maar dat noem je het labrum acetabulare. Hier zien we de voorkant van het heupgewricht. De banden heten eigenlijk gewoon zoals ze lopen, want je ziet hier dan van het os pubis naar het femur, het ligamentum pubofemorale, het ligamentum iliofemorale uiteraard dan tussen het os ilium en het femur. En als je aan de achterkant kijkt, dan kom je in het zicht van het ligamentum ischiofemorale. Bij elkaar vormen ze dus een zeer sterk en goed georganiseerd kapsel rondom het heupgewricht. We gaan over naar het hoofddeel van deze presentatie en dat zijn de spieren in de heupregio. Allereerst zullen we de voorste groep bespreken, bestaande uit iliopsoas, sartorius, rectus femoris en de tensor fasciae latae. Verderop zullen we dan de posteriore groep bespreken, de laterale groep en de mediale groep. Allereerst de anteriore groep. We zien hier de musculus iliopsoas. Hier zie je een tekening zoals die loopt. We zien dat die eigenlijk bestaat uit twee delen. En dat is de musculus psoas major en de musculus iliacus. En je ziet dan aan deze kant dat er een origo is van de processie transversie van de lumbale wervels en ook deels van het wervellichaam. Dan is de origo van de musculus iliacus is de binnenkant van het binnenkant van het os ilium en de insertie is dan richting de trochanter minor van het femur. Hier zien we het nogmaals aangeduid, dus de origo van beide spieren en dan de insertio richting de trochanter minor. Functie van deze spier, zie je aan deze kant weergegeven, is het is een belangrijke heupflector en door de wijze waarop het verloop weergegeven is, is hij ook in staat om een exorotatie in het heupgewricht te geven. Je ziet hier de pijl als zijnde dan de flexie in de heup. En we gaan over naar de volgende en dat is de kleermakerspier, oftewel de musculus sartorius. Musculus sartorius is een hele lange spier. Je ziet dat die loopt vanaf de spina iliaca
anterior superior, vervolgens over het heupgewricht heen en dan een aanhechting heeft, ofwel insertie, hier op het mediale deel van de tibia. Deze spier heeft dus de origo, de insertio, en als je gaat kijken naar de typische beweging, dan is dat natuurlijk die van het gaan zitten in de kleermakers zitten. Dat is een combinatie van gebogen heup, extra rotatie in de heup en een flexie in de knie. Volgende is de rectus femoris. Rectus femoris is een spier die ook over twee gewrichten heen gaat, namelijk over het heupgewricht en over het kniegewricht heen. We zien dat er een origo is aan de spina iliaca inferior. En dan dat er ook een lichte aanhechting hier is boven het acetabulum. En dan via de knieschijf gaat het door naar de tuberositas tibiae. En we zien dan vervolgens dat door deze aanhechtingen en het verloop de halfbeweging zal zijn een extensie in het kniegewricht. Maar omdat die over het heupgewricht heen loopt, zal er ook een heupflexie kunnen plaatsvinden. Musculus tensor fasciae late, en de meer aan de zijkant gelopen, maar hoort toch nog steeds tot de voorste groep. We zien dat deze afkomt van de crista iliaca en dan vervolgens richting de laterale tibia contil gaat. Hier de origo van de crista iliaca, vervolgens de insertio, de condylus lateralis van de tibia en de hoofdbeweging is inderdaad dan een lichte abductie in het heupgewricht, maar omdat die biarticulair is, dus ook over het heupgewricht heen gaat, kan die ook een lichte heupflexie gegeven. We gaan naar de posteriore groep. De achterste groep bestaat uit de musculus gluteus maximus, musculus biceps femoris, de semi tendinosus en de semimembranosus. En zoals je weet worden deze drie samen ook wel de hamstrings genoemd. Daarnaast is er sprake van een diepgelegen groep van zes spieren die samen exorotatie kunnen geven in het heupgewricht en die we niet nader zullen benoemen in deze presentatie. De musculus gluteus maximus. Als we gaan kijken waar die vanaf komt, dan is dat vanaf de sacrum en het os coccygis, zoals je hier ziet, en deels van het achtervlak van de crista iliaca. En de insertie is dan naar het achterste deel. En ja, dat loopt vanaf zo'n beetje de trochanter major en ja, dat achtervlak van het femur. Door de richting van de spiervezels, zoals je hier ziet lopen, is die in staat om hoofdzakelijk natuurlijk een extensie in het heupgewricht te geven, maar ook een lichte exorotatie in het heupgewricht. Hier nogmaals de aanhechtingspunten en vervolgens de insertio. En in de volgende zie je dan de belangrijkste kracht die de pijl van de vezelrichting volgt. Musculus semitendinosus. Aan de achterzijde ook van het bovenbeen. We zien dat er een aanhechtingspunt is aan de tuberositas ischiaticum, oftewel tuber ischiaticum, oftewel de zitknobbel. En dan vervolgens een insertio aan ja, het mediale deel van de tibia. En als we dat dan nogmaals bekijken, zie je dus hier van tuber ischiaticum naar het mediale deel van de tibia. En als dat de pijl wordt getrokken, zie je dat er hoofdzakelijk een flexie in het kniegewricht optreedt, maar door het verloop kun je ook een lichte endorotatie in het kniegewricht krijgen en omdat hij ook weer over twee gewrichten loopt, zal er ook een lichte extensie in het heupgewricht plaatsvinden. We gaan over naar de musculus semimembranosus met een aanhechting ook op de tuber ischiaticum en dan vervolgens naar de bovenrand van de condylus medialis van de tibia. Hier nogmaals de origo op de tuber ischiaticum en de aanhechting aan de
mediale condylus van de tibia. En het verloop wijst ook weer hoofdzakelijk naar een flexie in het kniegewricht, maar ook een lichte endorotatie in de knie is mogelijk. En ja, omdat die ook weer over het heupgewricht gaat, zien we ook dat er een retroflexie of de heupextensie in het heupgewricht plaats kan vinden. De musculus biceps femoris heet uiteraard zo vanwege dat hij tweehoofdig is, net zoals de biceps brachii, maar in dit geval dus de biceps femoris, waarbij er een deel is wat ook weer aanhecht aan de tuber ischiadicum, en dat is dan het caput longum, en het caput breve, oftewel de korte kop, hecht aan het achterdeel van het femur, en beide delen zullen dan vervolgens naar de condylus lateralis van de tibia gaan en het caput fibulae. Nogmaals, de aanhechtingspunten is hier de tuber ischiadicum en het achtervlak van het femur. En dan vervolgens verlopend naar de laterale condylus van de tibia en het caput van de fibula. De belangrijkste actie is flexie van het kniegewricht, maar omdat die ook over de heup gaat, is er ook weer een retroflexie of extensie in het heupgewricht mogelijk. En dankzij een aanhechtingspunt aan de laterale zijde zien we dat er een extra rotatie in het kniegewricht kan optreden. Dan zien we dat er ook zes zogenaamde diepe exorotatoren bestaan, die dus zorgen voor naar buiten draaien in het heupgewricht. En ja, zeg maar, zijn ze aangehecht? Dus eigenlijk allen zo'n beetje in het gebied, het achterste deel van het os ischium en langs het foramen obturatorium. En de insertio is richting de trochanter major. Dan zien we dat de gemeenschappelijke krachtrichting is in een exorotatie in het heupgewricht. In deze plaats zien we dat nogmaals weergegeven. Let even niet op de gluteus medius en minimus, maar we zien hier dus de groep van de diepe exorotatoren die kunnen zorgen voor een exorotatie in het heupgewricht. Ga naar de laterale groep van de heupspieren, bestaande uit de gluteus medius en de gluteus minimus. De gluteus medius zien we hier verlopen vanaf eigenlijk net onder de crista iliaca en dan een insertie richting de trochanter major van het femur. Dus onder de crista iliaca naar de trochanter major geeft een pijlrichting die hoofdzakelijk wijst naar een abductie in het heupgewricht, maar is ook in staat door zijn verloop, en dan moet je maar kijken dat je dat deels de voorste of de achterste vezels kunt aanspannen, waarbij dan achtereenvolgens een endo- of een exorotatie in het heupgewricht kan plaatsvinden. Gluteus minimus ligt daar weer onder en we zien ook dat de origo onder die van de gluteus medius is en de insertio eveneens richting de trochanter major van het femur loopt. Hier de origo, vervolgens de insertio en de pijl wijst naar de hoofdrichting en dit is wederom een abductie in het heupgewricht. En gezien het feit dat de vezels vooral wat aan de achterzijde zijn gelegen, kan er ook een endorotatie in de heup plaatsvinden. We gaan vervolgens naar de mediale groep, bestaande uit de adductor brevis, adductor longus, adductor magnus, de musculus gracilis en de musculus pectineus. Allereerst dan de adductor brevis, oftewel de korte adductor. We zien dat er een origo is aan de ramus inferior van het os pubis. En een insertio zien we hier aan de mediale zijde van wat we dan van het femur noemen de linea aspera. En dat is een lijn aan het mediale deel van het femur. Hier nogmaals de origo, vervolgens de insertio. En uiteraard zien we dat de
hoofdfunctie, en ja, de spier zegt het al, is een adductie in het heupgewricht. Maar door zijn verloop wat meer naar voren toe zien we ook dat er een lichte exorotatie kan plaatsvinden. Vervolgens de adductor longus, oftewel de lange adductor, met een origo ook weer hier aan het os pubis, maar dan net bij het corps hier vastzittende. En dan richting het middelste derde deel van de linea aspera, de origo en de insertio. En vervolgens zien we de krachtrichting, en dat is eigenlijk de adductie in het heupgewricht. Dan de adductor magnus. En de adductor magnus kent een origo aan het volledige ramus inferior van het os pubis. Maar ook, we zien dat hij hier doorloopt richting de tuber ischiadicum. En de insertie is eigenlijk een enorm lang stuk, lopende van het proximale naar het distale femur en uiteindelijk doorlopend hier naar de condylus medialis van het femur. En dit is natuurlijk vooral aan de achterzijde gelegen. Hier nogmaals de origo, de insertie langs het hele deel van de femurschacht en de hoofdfunctie, zoals je ziet, is een adductie, maar door zijn vezelverloop kan er ook een exorotatie in het heupgewricht plaatsvinden. We gaan naar de musculus pectineus. Musculus pectineus kent een origo waar je hier zit aan de ramus superior van het os pubis en de insertie richting ja, een lijntje net onder de trochanter minor van het femur. Nogmaals de origo, insertio en zoals je ziet de krachtlijn wijst hoofdzakelijk richting adductie, maar kan omdat hij zo vlak bij het gewricht ligt ook een lichte flexie in het heupgewricht geven en een exorotatie in het heupgewricht. De musculus gracilis zien dat deze een origo heeft. Ja, dus net onder het corpus van het os pubis, dus het bovenste deel van de ramus inferior van het os pubis, en een insertie richting het voorste deel van de mediale tibiacondyl. Hier nogmaals de origo, de insertie en de hoofdfunctie is een adductie in het heupgewricht, maar daarnaast kan hij door zijn verloop ook een in endorotatie geven en een lichte flexie van het kniegewricht. We gaan over naar de volgende deel van deze presentatie. Dat is het bespreken van allerlei overige structuren. En de overige structuren, ja, die komen later ook nog eens een keer uitgebreid aan de orde bij bespreking van het gehele perifere zenuwstelsel. Maar wat je vooral moet weten in het kader van dit verhaal is dat er sprake is van een zogenaamd plexus lumbosacralis. We zien hier het lumbale deel wat uitloopt in de nervus femoralis en het lumbosacrale deel wat uitloopt in de nervus ischiadicus. Nou, we zien hier nog een plaat ook van de nervus ischiadicus en je ziet dat deze door de exorotatoren heen loopt en dan vervolgens aan de achterzijde van het bovenbeen gaat lopen. Hier de voorzijde van het bovenbeen met, we zien hier natuurlijk dan de hiatus femoris, net onder het ligamentum inguinale en daardoorheen de vena femoralis, arteria femoralis en let op dat die daar onderlangs gaat, zien we dan dat daar de nervus femoralis loopt. Hier nogmaals, maar dan op snede, de nervus femoralis, arteria femoralis en de vena femoralis. Er is ook een uitgebreid vertakkingsnetwerk richting dan de arteriën die oppervlakkig zijn gelegen, evenals de oppervlakkige venen. En we zien hier dat de vena savena magna ook hoog inmondt hier in de vena femoralis.
Hier de laatste plaat van deze presentatie. Je ziet de aorta lopen voor de wervelkolom. En let erop dan, want dat is natuurlijk wel het geval, maar is lastig in plaatjes weer te geven, is dat de arteria iliaca communis, hier de interna en daar de externa, naar voren loopt. Want ja, die moeten natuurlijk